zo diep in de sportieve shit. En dan nog met zoveel hier naar de grondvesten gekomen. Ook het uitvak trouwens is vol met NAC-supporters. El Alucci. Weggekopt die bal door Lam. Angelino, El Alucci weer. Tesker en dan de goal. De goal van Koch, de centrale verdediger. 0-1. Doodse stilte daar bij de fans van Twente. Geknoei en gepruts daar. En dat past wel in het beeld. En het is inderdaad de eerste goal van Koch dit seizoen. Ja, dit is natuurlijk pijnlijk. Jullie tegen Telstar. Zo is een groot deel van de voetbalwereld natuurlijk tegen FC Twente. Dat jarenlang misschien wel een te grote broek heeft aangetrokken. Na dat kampioenschap. Maher. Daar is de jonge Trotman. Dat scheelt weinig. Ja. Wat zou dat mooi zijn voor deze geboren Enschedese jongen. Koch. El Alucci. Misverstand. Hola, is dat buitenspel voor Trotman? En scoort hij? En scoort niet. Geweldige redding van Bertrams. Tweede mogelijkheid voor deze jongen linksbuiten. En daar komt hij nog een keer. Lam. George. En als het even goed gaat, dan staat men er ook achter de massa hier. Sterke fase van Twente. Na dik een half uur. Hij maakt het zichzelf lastig, Manu Garcia. En verliest het onder onsje met Maher. En dat kan NAC duur komen te staan. Sterker nog, het is 1-1 door George. En dat is verdiend ook. Angelino. En een mooie redding hoor van Brondel. Oh jee. Daar begint het gesodemieter al achter het doel van Bertrams. Met een fanatieke aanhang van FC Twente. De zo prima sfeer hier nu nog even gaat bederven met rookbommen. Jongens, jongens, waarom doen jullie dit? Jullie houden van je club. En nu krijg je dit gedonder. Waarom, waarom, waarom? Waarom doe je dit? Stelletje sukkels. Donkere wolken pakken zich samen boven de grondvesten. Tjonge, jonge, jonge, jonge. We zijn gelukkig weer aan het voetballen. Daar gaat het hier om vanmiddag. Pablo Marie op avontuur. Maar Her gaat mee. Lekker schot hoor. Zo! Wat een knal. George. Daar komt weer zo'n zwarte bom. Het zal toch niet waar zijn dat het gedoe nog niet over is. Achter het doel van Bertrams. Die daar duidelijk hinder van ondervindt. El Andoui legt hem klaar voor Maher. Hoekschop. En Bertrams zegt, ik wil niet verder zo. En de scheidsrechter gaat de wedstrijd weer onderbreken. En ik ben bang dat dit definitief is. En dat dit hele gedoe nog wel eens een staartje zal krijgen. En daar komt de volgende bom. Hij gaat toch verder. Gebeurt er nog iets, dan staakt de scheidsrechter de wedstrijd definitief. En dat zou toch wel een heel dramatisch einde zijn van 37 jaar Eredivisie voor FC Twente. Fernandes.
Ai, en het kan nog, Boeren. En dit is het dan. De uitvaart van FC Twente. Hij heeft er alles aan gedaan, heeft zijn best gedaan. Met Sander Bosker, met Boudewijn Paalplaats, met echte clubmensen. FC Twente dus volgend seizoen op vrijdagavond in de Jupiler League. En NAC weer opnieuw in de Eredivisie.